Dieren hebben altijd een rol gespeeld in het dagelijks leven van de Oranjes. Koningsstadhouder Willem III, die Paleis het Loo liet bouwen, bezat wel 80 jachthonden. Stadhouder Willem V onderhield op het Loo een eigen menagerie met exotische dieren, waaronder zelfs twee olifanten. En koningin Wilhelmina verzorgde als kind bij haar speelhuisje diverse dieren. Ze was dol op haar 4 ponies, ezeltje en hond Swell. Regelmatig nog zijn de paarden van het Koninklijk Staldepartement in de stallen van het Loo. Ook Benito, het lievelingspaard van prinses Beatrix, geniet van zijn oude dag in de paleisstallen en de weides bij kasteel het Oude Loo. Met de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland vanaf mei 1940 kwam de Nederlandse politie in een lastige situatie. Enerzijds moest zij de Nazi-Duitse verordeningen uitvoeren, anderzijds de Nederlandse bevolking beschermen. Tussen collaboratie met Nazi-Duitsland, zwart, en verzet tegen Nazi-Duitsland, wit, zat een groot grijs gebied. Hoe ging de Nederlandse politie om met de toenemende onderdrukking? Aan de hand van foto's, video's, objecten, documenten en persoonlijke verhalen geeft de tentoonstelling een genuanceerd beeld van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog. Een expositie over de rijke geschiedenis van Veenhuizen. Al 2 eeuwen fungeert het Drentse dorp als kolonie voor weeskinderen en bedelaars, als rijkswerkinrichting en als gevangenisdorp. De onderkant van de samenleving werd er heropgevoed, leerde er werken of zat er een straf uit. In het verhaal van Veenhuizen maak je kennis met de belangrijkste thema's uit de geschiedenis van het dorp, zoals de bootreis ernaartoe en het dagelijks leven van de weeskinderen.